Een land niet waar, waar een partij elke zoveel jaar weer bereid is om dit spel te spelen. Het is van een zo godvergeten incompetente kinderachtigheid. Iedereen weet als die godvergeten klote republikeinen zelf aan de macht zijn, dat je er geen woord over hoort. En zodra de democraten aan de macht zijn en zij toevallig een meerderheid hebben in van een van beide huizen, dan krijgen we dit hele toneelstukje weer opgevoerd. Het Verlossum, kunt u mij horen? Drie wat grotere onderwerpen in deze aflevering. Meteen hebben we het over DeSantis. Die gaat namelijk officieel de strijd aan met Donald Trump om de presidentsverkiezingen in 2024. En in de Verenigde Staten is ook een akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond. Dan gaan we het ook hebben over de protesten van gisteren door Extinction Rebellion op de A12. Veel mensen opgepakt, ook weer vrijgelaten. Wat wij onder andere bekijken is de stichting achter Extinction Rebellion. Die stichting Vrienden van XR, die is goed georganiseerd, ook juridisch gezien, want zij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor de schade die eventueel door zo'n protest wordt aangericht. En dat heeft ook te maken met de ambi-status van die stichting. Daarover straks meer. En we beginnen denk ik met het nieuws dat net is binnengekomen, namelijk Erdogan. We hebben eerder een aflevering gemaakt met als titel Erdogan moet opdonderen. Maar dat lijkt toch niet te gaan gebeuren, want hij is herkozen. Ja, dat zit er dik in. Ja, arm Turkije. Ik weet niet, heb je het electorale kaartje gezien? Nee, wat, hoe zag dat eruit? Nou, ja, dat is, het is net Amerika, maar dan in Turkije. Oh, met platteland en stad. Dat precies, ja. Nee, de kust. Hey, alle kustgebieden van Turkije, die hebben op de tegenkandidaat gestemd. Plus natuurlijk de grote stedelijke centra, dus Ankara en Istanbul. En deels ook in het zuidoosten van Turkije. En de hele rest heeft op Erdogan gestemd. Namelijk het platteland. Ja, god, dat is iets. Ja, daar zijn we dit hele gesprek eigenlijk ook een beetje mee begonnen. Dat ik, ja, dat er wat dat betreft toch, er wordt vaak gezegd, het cultureel planbureau in Nederland zegt ook, valt wel mee met die tegenstelling tussen stad en platteland. Maar dit is toch wel iets, ja, dat de modernisering in heel veel landen zich in een hoog tempo voltrekt in bepaalde delen van die landen. En dat andere delen, vaak zeer omvangrijke delen, achterblijven met alle gevolgen van dien, is het patroon wat wij overal zien. En voor hoeveel jaar, als hij het nou wint, wat 4 jaar weer erbij? Ja, dat denk ik, ja. Ja, het is voor Turkije. En hij zit al zo lang? Voor Turkije is het een ramp, want hij zal zijn macht verder uitbreiden. En ja, bij dit soort van lui is het altijd zo dat ze een omvangrijk leger van ja-knikkers in het leven roepen natuurlijk. Ja. Die het allemaal prachtig en geweldig vinden. En ja, hij is naar mijn idee al heel lang geen democraat meer. Nee. Maar over het paard getild geraakt door zijn eigen machtsuitoefening. En voor het eerst in zoveel jaar weer eens een keer een tweede ronde, maar dan toch gaan de mensen weer massaal voeren. Ja, maar je hebt gezien dat Erdogan heeft het op een nippertje. Erdogan had 49,5% van de stemmen. Dus want je moet de helft of meer. Dus het was eigenlijk al een gelopen race. Ja, okay. Het was een gelopen race. Nou, dan de opmars van Extinction Rebellion. Dat gaat ontzettend snel. Gisteren weer een protest op de A12. En ja, door de wijze waarop die actiegroep is georganiseerd, is het lastig om ze aansprakelijk te houden. Eerst maar eens eventjes, hoe kijk je naar die protesten? Ja, ik ben altijd blij dat ik niet in de file sta, laat ik het maar zo zeggen. Ik weet niet hoe effectief het is. Dat is punt 1. Ik begrijp die jongelui wel. Het zijn voornamelijk jongelui. Tenminste, ik las in de krant dat de minderjarigen al heel snel losgelaten waren. Dat begrijp ik allemaal wel. Die maken zich zorgen. En Carice van Houten was er ook bij, hè, de actrice. Ah, ja, god, ja, die heeft misschien. Nou, die zegt, die krijgt wat extra aandacht, neem ik aan. Nee, die zegt, ik kan het niet verkopen naar mijn, volgens mij heeft ze een dochtertje of een zoontje. Ze zegt, van als ik moet uitleggen straks, wat heb je nou gedaan aan die klimaatverandering? Dan wil ik in ieder geval zeggen, ik heb daar geprotesteerd op de A12. Ja, ik zou zeggen, het lijkt me, ik vind het begrijpelijk, maar ik betwijfel de effectiviteit. Ik zou zeggen, laat de mensen in Nederland stemmen op partijen die zich inspannen voor de energietransitie. En vooral niet op partijen die beweren dat het helemaal niet nodig is of helemaal niet bestaat. Of dat de veehouderij nog gewoon voort kan zoals het nu is. Nou, kortom, toch een vrij relatief brede groep van ontkenners in Nederland. Hmm. Als je, dat is, we hebben een democratisch systeem. We hebben alle mogelijkheden om
op dit punt ook democratisch te corrigeren. Ja, even Jan van Zanen, jou wel bekend, aanhalen. En natuurlijk nu burgemeester in Den Haag, hiervoor in Utrecht. Hij zegt, de groep heeft zich met deze actie bewust buiten de kaders van het demonstratierecht begeven. Ja, dat vind ik wel een beetje zwaar. Voordat je het weet heb je het over crimineel gedrag en zo. Iedereen begrijpt wel dat het met de beste bedoelingen wordt gedaan. Maar de snelweg is dicht. Ja, de snelweg is dicht. Iedereen weet dat je via de A2 naar het zuiden kunt en via de A1 ook. En dat het precies even ver is. Dus kijk even van tevoren. De kans dat ze allebei afsluiten is nul, bij mijn weten. Dus nogmaals, ik heb er wel begrip voor, maar ik denk niet dat het erg effectief is. Omdat je natuurlijk allerlei weerstand denkt. Hè? Allerlei mensen in die file. Het zal wel een file geweest zijn. Die zitten natuurlijk te mopperen en zo. En, ik moet je zeggen dat ik in dit verband... De langste taxirit die ik ooit heb gemaakt, en dus ook de duurste taxirit die ik ooit heb gemaakt, was in Londen. Waar wij zaterdag waren met zo'n cultureel reisgezelschap. En we hadden daar het Militair Museum bezocht, over zeer de moeite waard. Maar dat is aan de zuidkant van de Theems. En toen moesten we terug, maar in die tijd was mijn hartconditie heel matig. Dus ik moest per taxi, zij gingen met de ondergrondse. Ik had eindelijk een taxi gekregen. Het zei die taxichauffeur, ja, alle bruggen over de Theems, die zijn geblokkeerd door Extinction Rebellion. Dus ik weet ook niet precies hoe ik u naar uw hotel moet brengen. Nou, het was een fantastische rit, ik kan niet anders zeggen. Die lui die hebben er echt verstand van. Het was zo'n klassieke Londense taxi. Ja, die kennen de weg heel goed. Maar ik geloof dat we anderhalf uur onderweg geweest zijn om tenslotte over die Theems heen te komen. Maar goed, je kon de rekening indienen bij het reisbureau. Dus het was allemaal niet. Ik vond het wel een ervaring. Maar ik wil maar zeggen, dat het kan hele vergaande gevolgen hebben. Je zult maar zwanger in zo'n taxi zitten. En naar de andere kant van de rivier moeten. Nou was het wel aangekondigd, hè, al ver van tevoren. Ja. Dat ze op 27 mei weer gingen demonstreren. Dus ik kan er niet verschrikkelijk boos om worden. Maar ik heb er begrip voor. En tegelijkertijd zeg ik, het helpt niet veel. Ja. Nou kan ik me wel voorstellen dat dit wel impactvoller is dan op het Malieveld gaan protesteren. Want ja, daar protesteren zoveel mensen, dan val je niet meer op. Dit trekt wel de aandacht. Ja, het trekt wel de aandacht. Een aantal malen en dan tenslotte wennen we daar ook weer aan. Zo gaat dat. Er was ook voor het eerst een wetenschapper bij, hè? Klimaatwetenschapper die zich onder de groep bevond. Nou ja, terecht. Dat kan ik me nog wel een beetje voorstellen. Ja, ik ben op de lange termijn ben ik niet zo'n gelover in dat paniekvoetbal. Op het punt van de klimaattransitie. Maar goed, dat is ook maar een interpretatie van complexe feiten. Ja. Het is wel nuttig dat er een beetje vaart, een beetje druk achter die transitie zit. Ja, maar mensen die dus zeggen van hey, dit is nou moedwillig provoceren en de openbare orde verstoren. En het heeft eigenlijk helemaal niets te maken met protesteren als je de A12 dichtgooit. Daar ben je het niet mee eens. Nee, dat vind ik een beetje overdreven. Kijk, als ze het elke dag doen, dan weet ik niet hoe ik erover zou denken, maar bij incidentele situaties lig ik er niet wakker van. Ja, er zijn toch politici, ook van de VVD onder andere, die heel boos zijn. Die zeggen, we moeten ze aanpakken. Ja, zeker. Vernielingen. Ja, begrijp het. Ook voor de achterban. Nou, de politie was ook boos, hè? Dat ze dus mensen hebben opgepakt. Nee, en die worden heel snel weer doorgelaten. De politie was boos omdat er een heel groot detachement politieagenten opgeroepen was. En dat uiteindelijk degenen die opgepakt werden meteen werden losgelaten. Dus zodat ze hadden het gevoel dat ze wel een fijne zonnige dag thuis hadden kunnen doorbrengen. In plaats van hier in te groot aantal aanwezig te zijn. Dat was althans mijn indruk. Gelijk. Ben je het daarmee eens? Ja, ook zoiets. Ik weet het niet. Ik heb er niet speciaal over nagedacht, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben altijd geneigd om te zeggen van, met alle gedramatiseerde grote woorden. We kunnen daar wel wat gematigder tegenaan kijken. Het is ook zo dat de demonstranten zelden vervolgd worden en die club. Nee, joh, stel voor dat je samen moet vervolgen. Ik weet niet hoeveel er wel niet waren. Ja, duizenden. Ja, dat is ondoenlijk. Dat gaat nooit lukken. En Extinction Rebellion bestaat dus op papier officieel ook niet. En dat maakt ze dus ook zo moeilijk grijpbaar voor juristen die ze willen aanpakken. Nou zeg, ik heb niet de indruk dat ze zover zijn dat ze het hele maatschappelijke gebeuren in Nederland serieus kunnen saboteren. Nee.
En heb je wel dat verhaal meegekregen van die ambi-status van die stichting? Ja, de ambi-status, dat is dat je fiscaal toch bevoordeeld wordt. Ja, en dat je dus volgens mij giften kun je aannemen en dergelijke. En daar is natuurlijk kritiek op dat die stichting dit soort zaken financiert met belastinggeld mede. Die stichting kan voor de rechter goed volhouden dat dit in een groter belang is. Ja. Sterker nog, ook op dit punt zou je ook eens even naar de grondwet moeten kijken. Die bekende Urgenda-kwesties, die zijn door de klagers allemaal gewonnen. In alle gevallen heeft de rechter gezegd van ja, de overheid die moet wel uitvoeren wat ze beloofd hebben uit te voeren. Ja. Dan had je het maar niet in de grondwet moeten zetten. Hè? Heb jij als wetenschapper wel eens gedemonstreerd? Ik heb nooit in mijn leven gedemonstreerd. Dat komt door, laten we zeggen, een diep gewortelde lamlendigheid in mijn karakter. Dat was natuurlijk in de Vietnamtijd en zo. Werd er regelmatig gedemonstreerd. Niet zo regelmatig gestudeerd, maar wel regelmatig gedemonstreerd. Vooral natuurlijk in studentenkringen. En je werd ook wel eens opgebeld of je niet mee kwam lopen. En dan dacht ik altijd van nou, ik weet niet of het zinvol is dat M. van Rossum speciaal voor deze gelegenheid vroeg uit zijn bed komt. En dan in zo'n groepje van die demonstranten door Utrecht gaat lopen. Met een spandoek. En met een spandoek eventueel. En dat ze dan in Washington of in Buenos Aires of waar we ook maar tegen protesteerden zeggen. Wacht nou eens even, wat heb je dat gezien? In Utrecht hebben enkele tientallen studenten gedemonstreerd. We moeten echt onmiddellijk ophouden met deze interventie. Nee, natuurlijk. Het is ook wel een beetje, ik vond het ook altijd wel een beetje om je eigen morele superioriteit nog eens te onderstrepen. En waarschijnlijk had je er ook geen zin in. Nee, joh, ik was daarom zeg ik heb een, wat dat betreft een lamentabel karakter. Ik denk altijd, dat helpt toch geen reet, dus dat gaan we niet doen. Nee. Het schuldenplafond in de Verenigde Staten is ook eindelijk een akkoord over, hè? Dus Amerika kan aan zijn schulden weer voldoen. Oh, ik heb net nog in de New York Times gekeken en toen gingen ze nog telefoneren om het te bevestigen. Dus, maar nu is het ja, dan toch... Ja, het is bevestigd, ja. Ja, wat moet je daarvan zeggen? In een land niet waar een partij elke zoveel jaar weer bereid is om dit spel te spelen. Het is van een zo godvergeten incompetente kinderachtigheid. Dat het eigenlijk de moeite van het commentaar nauwelijks waard is. Ik bedoel, dit spel, iedereen weet dat het spel weer gespeeld zal worden. Iedereen weet is dat het een ridicule maatregel is om een limiet aan dat schuldenplafond te zetten. Dat het gewoon idioot is. Iedereen weet als die godvergeten klote republikeinen zelf aan de macht zijn, dat je er geen woord over hoort. En zodra de democraten aan de macht zijn en zij toevallig een meerderheid hebben in een van beide huizen, dan krijgen we dit hele toneelstukje weer opgevoerd. Wat in feite betekenisloos is. Leuk voor de achterban. En de uitkomst is iedere keer hetzelfde. Het is, ik weet niet waar het stond. Maar het is bedroevend, niet waar, dat een van de machtigste naties ter wereld gerund wordt door halfgare Chevrolet-dealers uit weet ik wat voor ongelukkige plaatsen in de Great American Heartland. Er waren ook wel mensen blij die zeggen, er is een financiële crisis internationaal weer afgewend. Het hele idee al dat je gechanteerd wordt met een financiële crisis op grond van een volstrekt achterlijk soort van maatregel. En dat iedereen weet dat dat eraan komt. Dat deze kinderachtigheid elke... Dacht je dat ik me daar zo over had gemaakt? Dacht je dat ik dacht dat het echt nu zou gaan gebeuren? Nee, dat dacht ik helemaal niet. Nee, die Amerika is een land... Amerika is een land van unieke mogelijkheden. Van continentale afmetingen. En... Het heeft werkelijk het belazerdste en halfgare politieke systeem wat je maar hebben kunt. Kijk desnoods naar Canada of dat soort van. Alleen Amerika heeft zo'n idioot politiek systeem, althans. Die founding fathers wisten dat ook allemaal niet toen ze die boel op papier hebben gezet. Maar er is een partij, en dat is een hele radicale partij, de Republikeinse Partij, die vastbesloten is om alle denkbare mogelijkheden die dat idiote, totaal verouderde systeem biedt, maximaal te gebruiken, nietwaar, om de ideeën en wensen van een minderheid van de Amerikaanse bevolking te realiseren. Ook nee, kijk naar dat hoge rechtshof wat op hol geslagen is.
en allerlei maatregelen neemt en uitspraken doet die volstrekt in strijd zijn met wat de meerderheid van de Amerikanen denken. En wat tenslotte zal leiden naar, ik hoop, niet waar, dat althans het Hoge Rechtshof in zijn traditionele vorm, wat mij betreft, wordt opgeblazen. Dat hebben ze dan aan zichzelf te danken. Biden en McCarthy kwamen ook apart een verklaring afleggen. En McCarthy zei natuurlijk, we hebben het absoluut hard uit onderhandeld. En we hebben weer een limiet ook gesteld voor de toekomst aan het plafond. En het is supergoed voor de Amerikanen. Gaat ze dit nou electoraal ook successen opleveren? Nee, niet. En waarmee ik niet wil zeggen dat... Ik dacht ook dat Trump het wel gehad had bij die tussentijdse verkiezingen van vorig jaar november. En nou ja, feitelijk is dat hij binnen de, hoe heet het, de Republikeinse Partij toch wel by far de meest serieuze kans hebben lijkt te zijn voor de nominatie. Dat komt natuurlijk ook omdat die man uit Florida, ja, dat blijkt wel de meest zullige, sociaal nou niet al te vaardige figuur te zijn. Dus ik heb geen idee. Maar misschien moeten we dan maar... Misschien is dit dan toch een poging van onze lieve Heer om de Europeanen erna, hoeveel lang is het sinds 1945, op te wijzen, jongens. Jullie zullen echt politiek en militair je eigen broek op moeten houden. Freeriding is over. Dus eigenlijk zeg je, we hebben naar een toneelstukje zitten kijken de afgelopen dagen. Ja, zeker. Dat, en op dat punt moet je zeggen dat ik ben als waarnemer van een entertainmentindustrie, want je kunt de Amerikaanse politiek, die kun je serieus nemen. En je kunt denken, het is politiek, dat is potverdriet, dat is toch een ernstige zaak. En je kunt het ook zien als light entertainment. En zo heb ik het in allerlei opzichten wel gezien in de afgelopen jaren. Monica Lewinsky, impeachment. Ik bedoel, iedereen weet dat het kinderachtige flauwekul is, maar ze doen het. Hmm. Ja. Volgens mij als je in New York bent, is er ook zo'n gebouw waar die Amerikaanse schuld op wordt afgebeeld, toch? Dat is zo'n teller die constant oploopt. Ja, dat zie je lekker oplopen natuurlijk, ja. Ja. Maar dit is, wat is het getal waard? Want eigenlijk is het symbolisch, het wordt iedere keer weer opnieuw, dus als ik jou begrijp, opgeschoven. Ja, Amerika heeft een hele forse staatsschuld, maar als er nou één land in de wereld is wat zich een hele forse staatsschuld kan permitteren, dan zijn het wel de Amerikanen. Niet waar? Dat zijn natuurlijk, zij zijn de hoeders van een reservemunt, van de belangrijkste reservemunt in de wereld, namelijk de dollar. Er wordt in Amerika zeer omvangrijk geïnvesteerd en belegd. Dus nee, nogmaals, als er nou één land is wat zich wel een forse staatsschuld kan permitteren, dan zijn zij het wel. Maar wat is het getal waard? Want hier in Nederland hoor je nog af en toe wel eens, hè? Oh, de staatsschuld is opgelopen, nu weer afgenomen. De meeste mensen hebben geen idee. Het blijkt uit onderzoek, geloof ik, dat als je het aan Republikeinen vraagt, dan denken ze dat de Democraten de staatsschuld enorm hebben opgedreven en omgekeerd. Zoals gewoonlijk zijn heel veel politieke meningsvorming wordt gedreven door sentimenten, door gevoelens, door de vage ideeën, maar vooral door onkunde. Denk aan Fox. Maar goed, die hebben wel lekker de deksel op de neus gekregen, toch? En komt nog een hele fijne rechtszaak aan. Met die schikking bedoel je? Ja. Bijna een miljard. Dat is geen kattenpis, hoor, voor zo'n zender. Nou ja, goed, als het een zaak wordt, dan is het natuurlijk allemaal input voor nieuwsbulletins. Dat kan veel schadelijker zijn dan gewoon schikken. Nou ja, dat kan het. Maar er loopt nog een rechtszaak. En kijk, die makers van dat... Die stemmachines zijn in het gelijk gesteld. En dit is een gelijkwaardig soort van rechtszaak. Dus die uitkomst... Dit zijn ook weer makers van stemmachines. Precies, dus jij denkt die uitkomst kan hetzelfde zijn. Ja, dan krijgen ze nog eens een keer een dreun. Want nu is de eis ook 1,5 miljard of zo. Ja, en kunnen ze dat ophoesten? Ja, ik hoop dat ze in alle denkbare opzichten erin slagen om Fox volkomen kapot te maken. Ja, fijn. Ik bedoel, een beetje sentiment komt daar wel bij te pas. Grootste zender van het land. Ja, maar dat moet je ook niet al te serieus nemen. Als je kijkt naar wat de landelijke kijkers, dan scoren hier, scoort Boer Zoekt Vrouw meer. Dat bestaat geloof ik niet meer. Maar... Jawel, dat bestaat nog steeds. Oh, dat bestaat nog steeds. Groot succes. Met Yvonne Jaspers bedoel je dat programma? Ja, dat dan CNN of Fox. Ik denk landelijk 3 miljoen kijkers per avond. Maar dat is natuurlijk, er wordt veel lokaal gekeken. Maar heel
groot deel van de Amerikaanse tv-industrie is natuurlijk een lokale industrie. Het is alsof je in Utrecht niet kijkt naar de nationale Nederlandse televisie, maar naar RTV Utrecht. Zo is het in Amerika geregeld. Maar wij zijn natuurlijk, ja, als geheel zijn wij natuurlijk een piepklein landje. Wat lees je in de New York Times nog meer over de strijd tussen Trump en Biden en de rechtszaak ook van Trump? Wordt daar veel over geschreven of valt dat mee nu? Ja, de New York Times besteedt daar ontzettend veel aandacht aan. Maar tussen de regels kun je wel lezen natuurlijk dat de New York Times er eigenlijk al lang van uitgaat. Ook de Economist kun je dat ook lezen. Dat Trump de kandidaat zal zijn in 2024 en daar word je niet vrolijk van. En dat, ja, je kunt van tevoren voorspellen natuurlijk dat Trump de popular vote naar mijn idee niet kan winnen. Maar omdat je met dat rare electorale college zit, kan een ongelukkige samenloop van omstandigheden er opnieuw toe leiden dat hij president wordt. Dat kan. Dat is bepaald niet een sprookjescenario. Het is een horrorscenario wat niet onmogelijk is. En goed, misschien moeten we daar dan heel anders tegenaan kijken. Want ja, je bent natuurlijk gaan echt zeggen dat is een ramp. Voor de Verenigde Staten is het ongetwijfeld een ramp, daar nou niet van. Maar voor ons zou het toch een nieuw waarschuwingssignaal zijn. Let op uw zaak. Hè. Dus laten we zorgen dat we niet afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Mijn indruk is dat laten we zeggen, of Trump moet doodgaan of zoiets dergelijks. Maar dat Amerika nog lang niet uit de politieke zorgen is. Niet. Dat kan nog een hele tijd duren. Er zijn ook heel veel Amerikanen die zeggen niet nog een keer Trump. Dat kan natuurlijk een enorme waarschuwing zijn, waardoor ze er niet op hem gaan stemmen en voor Biden stemmen. Ja. En dat kan het verschil maken. Dat kan, ja. En dan heeft Biden natuurlijk ook nog even, afzien van zijn leeftijd, heeft hij natuurlijk nog een tweede handicap. En dat is Kamala Harris. Ja, dat is, ik denk toch dat tal van kiezers denken, ja wacht nou eens even, die oude baas, die zou best dood kunnen gaan. En Kamala Harris, die geniet volgens mij echt nul vertrouwen van de kiezers. Hoe komt dat? Want op zich heeft zij toch wel de papieren, zou je zeggen, om wat meer vertrouwen te doen. Nou, dat zijn eigenlijk, ja god, je hebt natuurlijk wel vicepresidenten die op de golven van de zittende president gekozen worden. Denk aan de oude Bush natuurlijk, vicepresident van Ronald Reagan. Maar Al Gore bijvoorbeeld, die had de verkiezingen gewonnen, maar door die rare omstandigheden alsnog verloren. Maar ik denk niet dat Kamala Harris reclame is voor het ticket, laat ik het dan zo zeggen. Waar komt dat dan door? Ja, omdat natuurlijk zij geselecteerd is vanwege politiek correcte redenen. Vrouw, zwart. Precies, ja. Californië, ook dat speelt natuurlijk een rol. Dat is voor landelijke verkiezingen heb je daar niet zoveel aan. Hoe vind je dat zij speecht als ze wel eens ergens een verhaal doet? Nou ja, beter dan de meeste mensen die ik ken, maar dat wil nog niet zeggen. Biden is toch ook geen spreker dat je zegt, daar gaan we speciaal naar zitten luisteren of zo. Nee. Biden is een betrekkelijk waardeloze spreker. Ja, de meeste politici zijn toch waardeloze sprekers. Iemand vroeg me laatst, ben nou vergeten of ik Rutte een goede spreker vond. Nou, nee. Ja, een spreker moet net iets extra's hebben. En spreker moet emotie op kunnen wekken. Ja. Ik ben overigens heel iets anders. Ik ben een prater. Een prater is heel iets anders dan een spreker. Daar moet je altijd enorm goed in de gaten houden. En hoe is Harris in politiek opzicht? Heeft ze een breed netwerk in Washington? Weet ze dingen voor elkaar te krijgen? Ik geloof dat de algemene indruk is dat ze het niet geweldig gedaan heeft. Dat ze misschien ook niet de kans heeft gekregen om het geweldig te doen. Waarom niet? Maar nou ja, ze moet natuurlijk een dossier krijgen waar je iets mee kunt en waar je kunt scoren. Ze heeft een ontzettend lastig dossier gekregen naar immigratie. Dus dat lag wel moeilijk, ja. Heel moeilijk. Dus nee, ik denk niet dat Kamala Harris reclame voor een ticket is. Ja. En laten we dan maar concluderen, als Trump het wordt, dat we dan nog eens ons moeten realiseren dat we niet op Amerika kunnen rekenen. Is al bekend wie de vicepresidentkandidaat bij de Republikeinen gaat worden? Nee, maar dat maakt ook in het geval van Trump geen bal uit. Nee, dat zal Pence niet meer worden, denk ik. Nee, Pence die moet opgehangen worden volgens Trump. Dus die zal het zeker niet worden. Want het wacht is nog op zijn eigen melding als kandidaat. Ja, hij wil zelf mee gaan doen. Ja,
En dan DeSantis, die heeft zich afgelopen week kandidaat gesteld. Gaat officieel de strijd aan met Donald Trump. Hoe wordt daar in de Verenigde Staten naar gekeken? Ja, God is daarover. Zijn natuurlijk ontzettend kritisch. Vooral die enorme hoeveelheid discriminerende wetgeving die daar gebakken wordt daar in Florida. Say not gay, dat was toch van hem? Ja, en nou ja, sowieso is het natuurlijk diep, diep tragisch dat de Verenigde Staten als land geplaagd worden door mensen die weer bibliotheken aan het opschonen zijn. En nou ja, want je hebt de idiote verhalen wel gelezen dat de David van Michelangelo, die mocht niet vertoond worden, want er was porno. En, hebben we het over gehad, ja. Ja, het is allemaal van een intense droevigheid. Het is in allerlei opzichten en nou goed, dat heeft allemaal te maken met die populistische backlash die het gevolg is geweest natuurlijk, ja, van dingen die wel degelijk hebben plaatsgevonden. Nou, dat we hebben het er net uitgebreid over gehad. Maar het stemt je ook wel intens droevig. Het is eigenlijk zo'n ontzettend klote land. Het is een land wat zich voortdurend op de borst trommelt vanwege alle dingen, niet waar. Is het ook weer dat Amerika leiding geeft aan die landen in de wereld die serieus zijn op het punt van democratie en de democratische waarden enzovoort. En het houdt zichzelf helemaal niet aan internationale afspraken. 0,0. Er zijn weinig landen die zozeer met de pet gooien naar internationale afspraken. Hè, die bekende liberal order en zo. En dan ook nog, niet waar, het opschonen van bibliotheken, het verbieden van boeken waarvan je denkt, nou ja, die, en het gaat natuurlijk altijd uiteindelijk om zwart en wit in de Verenigde Staten. En dat een deel van de blanke bevolking gewoon helemaal niets heeft met de zwarte bevolking. Die kan wat betreft een groot deel van de blanke bevolking gewoon lekker doorgediscrimineerd worden. Zo goed dus natuurlijk als de civil rights beweging aanvankelijk enorm effect heeft gehad. En dat is op een goed moment is dat stil komen te staan. En ik zou zeggen dat na 80 is er op dat punt niets positiefs veranderd. En op duurzaamheidsgebied zeggen ook heel veel mensen, trekt Amerika een grote broek aan met de plannen van Biden. Maar als je ziet wat ze nou daadwerkelijk echt doen, dan zijn we in Nederland daar veel meer mee bezig. Ja, vooral natuurlijk omdat een groot deel van het Amerikaanse politieke bestel ontkent dat er sprake is van een klimaatprobleem. Dus ja, dan houdt het een beetje op natuurlijk. De Republikeinen bedoel je nu, hè? Ja, een hoger rechtshof is net weer zo'n maatregel uitgevaardigd, waarbij de bevoegdheden van de Environmental Protection Agency nog weer verder beperkt werden, waar ze sowieso al enige tijd mee bezig zijn. Nee, het is een land wat je wanhopig stemt. Dat zo zou ik het zeggen. Dan las ik ook wel een stuk dat in Manhattan de kantoorpanden, de kantoorprijzen enorm aan het dalen zijn. Dat heeft te maken met het thuiswerken. Maar ook dat heel veel oudere panden niet goed geïsoleerd zijn en daardoor minder interessant zijn. Dat kan een rol spelen natuurlijk. Maar ja, je zult maar gewerkt hebben voor al die techbedrijven in Californië. Die hebben 50.000 mensen ontslagen. Ja. En zijn nog steeds bezig om verder te ontslaan. Die hebben kennelijk toch in de goede jaren veel te veel personeel aangenomen. Het is natuurlijk wel vrij eigenaardig dat je het kennelijk met 50.000 mensen minder ook kunt. Nee? Zijn er nog plannen eigenlijk om je familie op te gaan zoeken in Amerika? Ja, die hebben we nog steeds, zeker. Maar ja. Ze zijn niet geconcretiseerd? Mijn neef had een problemen met het hart. En die, waardoor we dat enigszins in het ijs moesten leggen. Maar ik zie toch aankomen dat we eind september, begin oktober de familie gaan bezoeken. En dan, die zitten in? Boston. Oké. Okay. Dat is op zich wel een aardige stad, toch? Ja, ik heb ook familie toch? In Columbus, Ohio. Ik weet niet of we die ook, want dat is natuurlijk weer een extra trip die je dan maken moet. Ja. Nou goed, dat is wel goed om dan ook dat gedeelte van Amerika weer eens te bezoeken. Dan kun je het sentiment er weer eens proeven. Ja, maar ik heb al eens eerder verteld dat mijn nicht en neef in Boston, die zou in Nederland op GroenLinks stemmen. Dus die vinden het allemaal net zo erg als wij het vinden. In Boston is wat dat betreft natuurlijk Al die universiteitssteden natuurlijk. Of je nou Austin of Boston of ga ze maar door. Steden, Seattle en zo. Ja, die vinden dat allemaal net zo erg als wij het vinden, Trump. Maar ja, dan heb je het. Zolang natuurlijk ruim 70 miljoen mensen bereid zijn om op Trump te stemmen. Wat hij ook beweert en doet. Zit je wel met een probleem in Boston.
kan je verzekeren dat Boston een hele fijne, gezellige, half-Europese stad is in allerlei opzichten. Duur overigens, dat wel. Had je nog dat bericht gezien van een luisteraar over dat C not gay? Hij heeft iemand nog een brief over gestuurd. Anders over? Ja, die had het de vorige keer over die C no gay of C not gay. En daar heeft iemand nog een brief over gestuurd. Was het daar niet mee eens? Don't say gay. Don't say gay, dat was het, ja. Maar zo heet die wet ook niet. Dit is een soort kritische samenvatting, als ik het goed begrepen heb. Ik zal die brief even erbij proberen maar te pakken. Maar goed, al die wetgeving van die DeSantis is niet goed, snik. Nee. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal voorwerk voor zijn kandidatuur. En nou ja, je weet dat die kandidatuur, dat is een lelijke, lachwekkende mislukking geworden. Want dat zou op Twitter worden gepresenteerd en dat bleek allemaal niet te werken. En het kwam niet door en ik weet al niet wat voor narigheid er was. Overigens hebben we van Bert nog een bericht gekregen over de omgevingsgeluiden. Die zegt van ja, het glas van de Audi sluit niet goed af, maar we hebben de ramen openstaan vanwege de temperatuur. Dus de geluiden, ja, die zijn helaas ook te horen. Bert vond het namelijk afleiden van de inhoud. Ja, kijk, komt nu bijvoorbeeld een motorfietsje voorbij. Ja. Dat hebben we in Nederland toegestaan. Wij beweren dat motorfietsjes, dat eigenlijk fietsen zijn. Dat is heel jammer voor Bert. Maar Bert zal er toch enig begrip voor hebben dat we in het algemeen heel weinig klachten hebben over geluidsoverlast. Ik wou het zeggen, en bovendien dat als wij een studio huren ten behoeve van de oren van Bert, dat dan Bert misschien bereid is om de helft van de kosten te betalen. Ik schat Bert €150 per week. Wat dacht je daarvan? Dan ben ik wel bereid om daar serieus over na te denken. Ja, moeten we ook naartoe rijden dan, hè? Ook moeten we er naartoe rijden, dat ook nog. En ja. Ik weet niet of er één te huur is. Bert onderschat een beetje hoe makkelijk dit gaat en hoe ingewikkeld een alternatief zou zijn. Wij al heel snel natuurlijk aangewezen op een professionele studioapparatuur. Even kijken of ik heb hem, nou ik vind hem straks wel. Ik dacht, misschien heb jij hem wel gelezen. Bert wel gelezen, ja zeker. Ja, neem ook die andere over die DeSantis-wetgeving. We hebben zoveel brieven, krijgen we door. Ik kan hem even niet vinden. Dat is ook een hele lange brief. Nou ja, doen we dat later. Ja, vaak denk je bij die brief, ja, daar hebben ze wel een beetje gelijk in natuurlijk. Ja. Maar dan eigenlijk moeten we dan een rubriek van, daar hebben ze wel een beetje gelijk in starten. Maar goed, er zijn tal van brieven van, ik denk, ach ja, daar zit wel wat in. Had je ook nog die brief gezien van iemand die schreef dat wij, we hadden het even over de VPRO-programma's. Schijnbaar zijn we het belangrijkste kwaliteitsprogramma van de VPRO vergeten. En dat is? Ze hebben Lubach vergeten of zo? Nee, Lubach hebben we juist genoemd. Oh. Maar het viel die mevrouw of die meneer, ik weet niet eens meer wat het was, enorm tegen. Eens kijken of ik het zo snel erbij kan halen. Daar kwam overigens ook nog wel een opmerking over, want toen ging het natuurlijk over het publieke bestel, las ik in de discussies. Er was één iemand die zei van ja, die Ongehoord Nederland, die voegen wel een echt ander geluid toe. En als je bijvoorbeeld nu kijkt naar Po-nieuws, die waren in het begin, of Po-net, die waren in het begin ontzettend vernieuwend. En met Rutger Kastricum. Oh ja. Dat vond ik helemaal niet vernieuwend. Ik vond die Kastricum een hufter. Ja, maar het was wel andere journalistiek dan dat we tot nu toe gezien hadden. Nou ja, andere, maar daar zaten we nou toch bepaald niet op te wachten. Andere journalistiek. Als de andere journalistiek eigenlijk een ander woord is voor onbeleefde journalistiek, dan zou ik niet zeggen wat dat daar, dan zou ik niet weten wat daar verdienstelijk aan is. Dat was toen nog in de Geen Stijl tijd, hè? Want daar zijn zij uit voortgekomen. Dan ging ja, Geen Stijl, nou dat was een prima beschrijving ook van hun optreden. En ik ben daar helemaal geen liefhebber van. Weet je nog dat fragment met Ella Vogelaar? Ja, ik vond het heel pijnlijk. Daar had Ella Vogelaar groot gelijk in. Ja. En Kastricum helemaal niet. Maar ze werd wel te kakken gezet en Kastricum was de held. Ja, onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Ook in de Wereld Draait Door kreeg hij nog eens complimenten dat hij het zo leuk deed en zo. Ondertussen is hij erover zelf achter dat het misschien niet zo verschrikkelijk leuk en nuttig was. Want nu speelt hij op een hele andere viool, begrijp ik. Hij is helemaal omgekeerd. Hij is een hele nette man nu, die zit mee te lachen. Het is een nette man. Ja, nou goed, dan denk ik toch dat altijd als ik naar die nette man kijk, maar niet dat ik hem veel zie, want ik kijk er helemaal niet naar. Dan schemert toch die niet zo nette man, die schemert er wel een beetje doorheen. Ja, Ongehoord Nederland, daar hebben we het over gehad. Ik ben niet voor een verbod. Ik bedoel, ik vind het halve garen, maar ik ben niet voor een verbod. Ja.
Ik heb hier dat berichtje over de VPRO. Jay, die zegt in het kader van de kwaliteitsduiting van de VPRO... even Maarten nog erop wijzen dat naast Lubach en Zomergasten en Metropolis... jullie echt het allerbeste van de Nederlandse tv van het laatste decennium even vergeten. Schandalig en dommig en suffig en ook onwetend van jullie beiden, zegt deze persoon. De onovertroffen docu's van Ruben Terlouw worden genoemd. Bijvoorbeeld, oh, daar uit China. Langs de Nieuwe Zijderoute en ook Jelle Brand Corstius zijn we vergeten... Ja. Thomas Erdbrink, ja. Onze man in Teheran, bij de Taliban. Hij zegt, nou, dat moeten jullie ook nog even noemen. Ook van de VPRO allemaal. Ja, allemaal volkomen juist. Alleen moet ik bekennen dat ik geen van die programma's ooit gezien heb. Ja, waar ligt dat aan? Aan het feit dat ik een waardeloze tv-kijker ben. Je hebt beperkte hoeveelheden de tijd in je leven. En je kunt niet... En jij leest ook liever, hè? Ja, ik lees veel liever dan ik tv kijk. Dat is zeker waar. Ik ben er ook van overtuigd dat als je leest dat veel informatiever is dan tv kijken. Ik heb wel eens iemand gesproken die zegt, ik hoef niet op vakantie, want ik kijk op die reiskanalen, kijk al die filmpjes en dan zie ik vanzelf wel hoe het is. Daar zit wel wat in. Ja, ik heb al eens eerder verteld toch dat, ja, het is lang, lang geleden. Ik rijd Los Angeles binnen in mijn Ford Pinto. Maar nou ja, wanneer was dat? 74 of zoiets. En ik dacht, goh, ja, het valt mij, ik vind eigenlijk... Is precies hetzelfde als wat ik altijd op de televisie heb gezien. He, dat hele idee van Road Town en zo. Het was totaal niet verrassend. Totaal niet. Als je het leuk vindt om nog een aflevering van deze podcast te luisteren, dan tippen wij de vorige aflevering over Urban Jungle. Een boek over de natuur en de diversiteit in de stad. En dat het daar helemaal niet zo slecht mee gesteld is. Die aflevering die hebben we in de show notes gezet. Dus daar kun je nu op klikken en dan kun je gewoon lekker doorluisteren. En als je benieuwd bent waar je de Telegram groep vindt, want daar kregen we ook wat vragen over, waar luisteraars doorpraten over de onderwerpen die in deze podcast voorbij komen, check dan ook de show notes, scroll eventjes naar beneden. Daar zie je een linkje. Als je daarop klikt, zit je meteen in de groep waar je door kunt praten met luisteraars over onderwerpen in deze podcast. Het is van een zo godvergeten incompetente kinderachtigheid. En als je het leuk vindt om meer te weten over Amerika en de presidentsverkiezingen en hoe dat systeem nou precies in elkaar zit, luister dan naar het uitgebreide luisterboek over de presidentsverkiezingen in Amerika. Door Maarten van Rossum. De link naar het luisterboek staat in de show notes.